Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een leuke video met frikandel. Dat zagen jullie al aan de titel natuurlijk, de Loempiedel. Niet zelf verzonnen, want de Loempiedel bestaat gewoon, dat weten sommigen van jullie misschien wel. De Loempiedel is in maart 2019 op de markt gebracht door Van Reuzel Snacks. Is de kopende snackbar en ook bij de groothandel geloof ik. Ik weet niet of je het bij de supermarkt kunt kopen. Maar een Loempiedel, voor de mensen die dat niet weten, is een frikandel in een loempiavel. De loempiadel. En dan dat wordt zo gemaakt: gewoon een vel met loempiadeeg of rijstvellen, hoe ze dat ook noemen. Een beetje chilisaus erin, frikandel oprollen en dan in de frituur. Maar ik maak natuurlijk mijn eigen versie vandaag. Ik heb hier sriracha saus. Dat is eigenlijk gewoon hot chilisaus. En ik heb dit al vaak voorbij zien komen in de video's van Jan Tom Jan. En ik wil het al een hele tijd zelf proberen, maar ik kan het nooit vinden in de supermarkt. Toen zei Jan, dan moet je even kijken bij de sambal en zo. Ik stond altijd bij de mayonaise te kijken, bij de ketchup. En toen vond ik hem meteen. Dus Jan, bedankt voor de tip. Ik heb eindelijk mijn eigen sriracha saus. Ik heb al even een likje geproefd en hij is behoorlijk pittig. En nou even kijken waar Lina is. Lina! Ik heb hier twee bevroren frikandellen voor de Loempiedel. En ook eentje ontdooid voor Lina, want ik wil niet dat ze van die hete saus in dat bekje krijgt. Lina, ik heb een stukje frikandel voor je, kom eens. Kom maar. Lekker stukje frikandel. Goed mensen, genieten van Lina. Ik ga beginnen, ik ben heel benieuwd, het lijkt me onwijs lekker. Blijf vooral kijken. Is klaar. Kijk mensen, ik kreeg dit bord. Dat had mijn vader van de week meegenomen. Ik heb van mijn ouders gekregen. Weer zo'n retro bord. En deze heb ik een tijdje teruggekregen, maar die had nog geen vaste plek. Dus die heb ik ook opgehangen nu. Lina, kijk, dat zijn loempiavellen, poes. Ja, ik ga lekkere loempiedellen maken. Was je frikandelletje lekker? Je mag zo nog een stukje, ja? Ja, er zitten 40 van die vellen in. Komt uit Singapore. Nou, even kijken hoe ik dit best open kan maken. Ik heb hier nog nooit mee gewerkt eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Spring roll pastry. Oh mensen, dit was trouwens een verzoekje pas in een livestream van iemand. En ik heb deze ook al heel lang op mijn lijstje staan. En Bert de Vries heeft er ook een keer om gevraagd. Netjes losmaken, joh, zonder dat het kapot gaat. Is daar een trucje voor of zo? Ik heb geen idee. En een beetje zo losvrekken, ik weet het ook niet. Oh ja, zo lukt het wel. En mensen, als jullie een tip hebben om dit anders te doen, ik heb echt geen idee, ik doe maar wat. Flinterdun dit. Dat lukt wel. Handige mesje van Xenos, wat ik van Sabrina had gekregen. Nou, hier wordt het wat lastiger. Jeetje, dat valt nog niet mee. Er zit wel een gat in. Maar ja, even kijken. Dan doe ik een beetje van die, kijk, sriracha saus hier. Frikandel. De saus komt er helemaal doorheen. Ik moet hem ook nog naar binnen vouwen, wacht even. Nou, ik dacht, doe maar even, maar. Een beetje nat maken. Dat is één. Ja, de volgende. Ja,
voorzichtig. Die saus ruikt echt lekker. Ja, kijk. Een beetje water. Lastiger dan ik dacht. Maar het is gelukt. Tijd om te frituren. En dan gewoon even lang als een frikandel, denk ik. Ze zijn bevroren. Gaat ie. Lina, wil je nog een stukje frikandel? Kijk eens, tijdens het frituren mag je nog een stukje. Helemaal goed komen. Ziet er precies zo uit als op de plaatjes. Saar, miauw je gal. We zijn klaar. Wauw. Nou, dat ziet er mooi uit. Normaal worden ze geserveerd in een soort van papieren bootje, net als lumpia's. Zoals je op het plaatje kunt zien. Man, maar dit ziet er fantastisch uit. Ik ga ze meteen opeten, ik kan niet wachten. Lina. Wil je even van het stoeltje afgaan? Ga maar op de tafel. Ga maar. Jij mag niet meer hoor, je hebt al genoeg op. Het is veel te zout. Af en toe een stukje is niet erg, hè? Nou. De lumpidel. Homemade lumpidel met sriracha saus. Heerlijk. Ik proef die saus niet zo erg. Terwijl die toch heel pittig is, maar ik heb nog een bakje ernaast. Ja, en een lumpia. Oh wacht, hier komt nog meer saus tevoorschijn. Heerlijk, maar te weinig saus. Ik ga hem even dopen. Dat is een pittig saus hoor. Lekker. Dag Lina. Ja, heerlijk mensen, fantastisch. Echt weer een aanrader om te maken. Wat een briljante uitvinding. Ik heb nu zo'n heel pak met van die lumpia vellen nu natuurlijk. Ik heb er nog 40 over of zo, 37. Eens kijken of ik ook meer met lumpia's ga doen binnenkort. Gewoon zelf lumpia's verzinnen. Heerlijk, echt lekker. Nou mensen, ik zie dat mijn batterij bijna leeg is, dus ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag toe. En ga dit maken mensen. Slechts 3 ingrediënten, frituurpan of airfryer. En je hebt een topsnack. Mensen, fijne dag en tot de volgende. Doei!